toen zeiden ze tegen elkaar, Wellink en Bos, hoe leggen we dat nou uit, zo'n injectie van zoveel kapitaal? Hoe kunnen we dat nou zo vertellen dat de eenvoudige kijker thuis het begrijpt? En toen dachten ze, begrijpen naar een beeldspraak. Je moet het een beetje vergelijken met iemand die kerngezond is, maar toch in de winter, als het heel erg koud wordt, nog een extra trui nodig heeft. En als dan de temperatuur weer wat omhoog gaat, dan kan die trui gewoon weer uit. Ik weet die beeldspraken zo goed. En ik zou eerder zeggen, ja, je zou zeggen shit happens, maar in dit geval zou ik zeggen... Dat is gewoon een feit. We voegen een beeldspraak. Maar de betere beeldspraak is, denk ik, if shit hits the fan. Dan gaat het alle kanten op. En dat is een beetje in de financiële crisis nu het geval. Omdat iedereen steeds zegt dat het met die Amerikaanse subprime-hypotheken is begonnen, zijn we eens even in het archief gaan kijken of daardoor de president van de Verenigde Staten misschien iets over gezegd is. En toen kwamen we in 2002. More and more people own their homes in America today. 2/3 of all Americans own their homes. Yeah, we have a problem here in America because fewer than half of the Hispanics and half of the African Americans own a home. That's a home ownership gap. It's a gap that we've got to work together to close. Want hij zei in feite, we gaan niet meer letten op iemand een goed risico is. En dit was wat ik hier hoor, is een politiek statement. Hoe kunnen we meer arme gewone gezinnen republikeins krijgen? Maar in Nederland hebben we toch ook allerlei leeninstellingen waar je maar door kan lenen en dat je het gevoel hebt dat het... Ja, maar wij hebben in Nederland afspraken over hoe hoog de hypotheek mag zijn. Je mag geen hogere hypotheken verstrekken dan 4 keer een jaarinkomen. En in Amerika zijn hypotheken, dat noemen ze de NINA-hypotheken. No income, no assets. Hè. Je hoeft geen inkomen te hebben, je hoeft ook geen vermogen te hebben. In Nederland krijg je geen hypotheek. En dat is een gedragscode, daar is natuurlijk ook aan gesleuteld. Maar die gedragscode zegt dat je mag een hypotheek hebben ter hoogte van 4 keer je jaarinkomen. Ja. Tenzij je vermogen hebt en het fiscaal aantrekkelijker vindt om te lenen. Kun je nog even vertellen hoe Rick van der Ploeg was als leraar van jou? Nou, hij was een hele leuke, grappige hoogleraar, voornamelijk in de hoorcolleges. Maar mijn probleem met mijn hoogleraren was ook een beetje dat ik was veel te idealistisch en wilde graag dus onder andere over dit soort dingen vragen stellen. En daar was gewoon nog geen ruimte voor. Wat zei hij dan? Dat wist hij nog niet. Dat meneer Torenstra, daar gaat het vandaag niet over. En toen heb ik het nog een keer gevraagd en toen zei hij, als u het daarover wil hebben, dan kunnen we dat zo op de gang doen. Maar hier is er geen plek voor. En gebeurde er dan nog wat op de gang? Nee, dat gebeurde op de gang, want dan had hij altijd een heleboel andere mensen of weer wat anders te doen. Dus ik ben lichtelijk met een deceptie weggegaan. Maar ik heb nu nog wel een vraag die ik toen eigenlijk ook wilde stellen. Eerst je vinger opsteken. We hebben je vinger niet gezien, jongen. Nee, maar is hem gewoon even naar de toekomst. Waarom ben je gestopt? Oh, ik ben gestopt omdat ik... Eigenlijk waar de discussie eigenlijk over hoort te gaan. Hoe kan je een architect van een nieuw financieel systeem zijn wat de gewone mensen meer ten goede komt? En waarom wordt dat gesprek nu nog heel weinig gevoerd? Men is nu bezig met de kraan open, alle rotsen op het dweilen. Oké. Heb je wel hoop dat dat gaat gebeuren dan? Uiteindelijk. Ik begrijp wel dat hij naar die gang wil. Ja, je hebt natuurlijk ook auditie moeten doen, neem ik aan, voor mijn besluit, of niet? En ik was zelfs vrij gelukkig, want het is een vrij groot project was dit. Van Anton Smit en Hanneke Niens. En dat heeft ongeveer 8 jaar geduurd. Van de makers van de tweeling. Mm-hmm. En de eerste castingronde was ik nog veel te jong. Dus voor mij kwam het deze keer heel goed uit dat het een tijdje duurde voordat deze grote Nederlandse film gemaakt werd. Een Bright Flight is eigenlijk... het gaat een beetje over de mensen die in de jaren 50 vol met idealen en misschien ook wel met teleurstellingen vanuit Nederland naar Nieuw-Zeeland gingen om daar te emigreren. Rutger Hauer is de oude Walmart eigenlijk. Ja. Ja. Wat zegt hij dan als hij die beelden van jou ziet? Als hij die stukjes ziet die jij gespeeld hebt in die film? Hij deed eerst een beetje mysterieus. Zo, En toen zei hij, nee, het was eigenlijk heel goed. Allemaal heel goed. Alleen die ogen. En toen dacht ik, dat is een van de Hollywood-truc die ik had moeten doen met mijn ogen. En dat is helemaal... Maar het ging over de kleur. Hij zei, ja, en dat zie je ook. Zijn ogen zijn net iets lichter. Dus dat was eigenlijk het enige wat hij erop aan te merken had. En dus toen was ik heel blij. Hij zocht het helemaal niet bij zichzelf, dat hij dacht... God, nee, dat is een goed acteur betaamd. Sta jij altijd in het centrum. Hoe heeft het bij jou postgevat, dat showroom? Heb jij... Nou, ik was als 11-jarig jongetje al helemaal fan van showroom. Ik vond het echt heel erg leuk. Die mensen die dus anders zijn, die non-conformistisch zijn. Ik heb altijd gehouden van mensen die eigenwijs zijn, als kind al. Mm-hmm. En toen ik 13 jaar geleden bij de NCRV kwam werken... toen kwam ik dat daarna melden in mijn stamcafé. En toen keek iedereen me heel meewarig aan. Want dat was niet echt eigenwijs natuurlijk. Dat is toch een beetje een truttige omroep, zeiden ze. Ik zeg, ja, maar het is wel de omroep van showroom. En ik ben dus echt heel blij dat ik nou uiteindelijk showroom weer nieuw leven mag inblazen. Maar...
Nou, het zijn mensen die non-conformistisch zijn. Die dus niet met de laatste mode meerennen, zoals heel Nederland al jaren doet. Maar die zeggen, nee, ik doe het op mijn eigen manier. En het leuke is dat je in zo'n item de eerste minuten heel vaak moet lachen en zo. Dat vinden die mensen trouwens zelf helemaal niet erg. En, maar dat je na een minuut of vijf, zes eigenlijk een spiegel voorgehouden krijgt. En dat je denkt van, tenminste in mijn showroom, dit voorbeeld met die Bugatti is daar niet zo'n goed voorbeeld van. Maar in mijn showroom ga je na zes, zeven minuten denken van, waar ben ik eigenlijk zelf mee bezig? Ik plaats die mensen ook op een voetstuk. Ik vind het ook geen vreemde vogels, maar eerder paradijsvogels. Wat vind je al die mensen? Nou, het is heel erg moeilijk om ze te vinden. Ze zijn wel veel. Nee, die kan ik er zo aan aanslaan. Ik was ook al blij dat ik naar jou zat. Ik kon niet ver te kijken. Nee, dat begrijp ik. Maar